Naar Rambo, kom maar. Zo. Beestjes hebben hem altijd doorheen getrokken. Ja, ik heb een boel meegemaakt in mijn leven. Ik heb een best grote rugzak. En aan beestjes heb ik altijd steun gehad. Ja, mijn vader die moest in de militaire dienst en daar had hij geen zin in. Dus hij is geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland. Getrouwd met mijn moeder. En toen ze 24 was, is ze gestorven aan leukemie. Ik was 5 jaar. En toen zijn we met de boot teruggekomen naar Nederland. Het gezin verhuisde van de ene naar de andere plek. Paul kreeg verschillende stiefmoeders en werd gepest op school. Het zat hem, op zijn zachtst gezegd, niet mee. En ook op volwassen leeftijd kende hij veel tegenslag. Ik heb een erfelijke bindweefselziekte en ik heb een rughernia, nekhernia. Te traag werkende schildklier. Dus daarom ben ik 50% afgekeurd. Maar die andere 50% ben ik hier in huis met mijn beestjes. Dus ik ben toch niet alleen. Ja, de bezigheid, het aanraken, het kijken, je wordt rustig van, het is echt rustgevend. My love, my love is a mountainside. So firm, so firm it can calm the tide. Ze zijn echt geen griezels, ze zijn mooi. En ze herkennen hem ook. Dus ja, ze komen naar je toe, ze eten uit de hand. Ik kan er echt van alles mee. Zo jongens, even aan de kant. Nou, ik ben met één spin begonnen. Ik was 18 jaar en ja, ik was bang voor spinnen. Dus ik ben naar de dierenzaak gegaan en heb 1 spin aangeschaft. Ja, omdat ik denk van nou, dan kom ik misschien over die angst heen. Dus ik heb er gewoon eentje aangeschaft. En toen is er iemand mee uitgescheiden. En toen, ja, op een gegeven moment zat ik aan 200 spinnen. Ja, ik kon geen nee tegen zeggen. Maar achteraf gezien besefte ik dat die beesten gewoon eigenlijk in de natuur horen. En toen ben ik met opvang begonnen. Paul vangt dieren op van mensen die er niet meer voor kunnen zorgen. Ze mogen niet naar een asiel of een dierentuin vanwege het risico op ziektes. En dus komen ze bij Paul. Dan blijven ze gewoon tot ze dood zijn. Laatste rusthuis. Ja, hier heb ik nog 4 spinnen. Die heb ik dan nog. Oh, dit is dan een vogelspin. Ik ben er ook helemaal niet bang voor. Ik bedoel, ja, ik ben bang dat ik hem laat vallen. Want dan spat het achterlijfje open. Maar nee, het zijn gewoon hele, hele vriendelijke beesten. Ik kan er van alles mee doen. Nou, zo gevaarlijk zijn ze dus. Ja, dit is eigenlijk mijn levenswerk. Maar het is eigenlijk geen haalbare kaart meer. Ik moet gewoon dingen laten en ik heb al dingen weggedaan. Omdat het financieel toch te veel wordt. De centen zijn op. En ik zou heel graag geld willen hebben om naar Nieuw-Zeeland te gaan. Liefst naar mijn oma toe, want die is 95. En om met z'n drieën bij mijn moeders graf te staan. Maar ja, die reis die, is hartstikke duur. Dat gaat gewoon niet lukken. Daar wil ik niet aan denken. Nee, daar zou ik echt niet aan kunnen denken. Om de spullen weg te doen. Ja, dat is echt maar alles. En hier voel ik me gewoon veilig en zo. En als ik dit kwijtraak, ja, dan weet ik het ook niet. Want het is, ja, dat houdt mij wel op de been. Zonder mijn dieren ben ik gewoon niks. Die horen bij mij. Ja, tot de laatste snik. My